een decorontwerper ontwikkelt samen met een regisseur het beeld bij een toneelstuk of theatervoorstelling. Oké, door met de volgende scène, werkkamer van dokter Krog. Dokter Krog zit te roeren, te mengen en te mompelen te midden van een onbeschrijfelijke wanorde. Boeken, buizen, glazen, potten, geruimte, spruttelmengsels, kruiden, tangen, scharen, papieren vol cijfers, sterrenkaarten en zijn bril. Hij giet een vloeistof in een erlenmeyer. Arma firumque cano. De opdracht van de regisseur is dat, dat er een stuk is, de vloek van de woeste wolf in dit geval, waar een beeld bij gemaakt moet worden, waarin een aantal dingen moeten kunnen. Momentje, ik zit middenin. Werk aan dokter Krog weten we dat het een beetje een chaotische kamer is. En dat er wel wat iets van zeg maar wetenschappelijke spullen met wat scheikundige flesjes en dat soort dingen. Dus ik moest een huisje maken voor dokter Krog. Ja, je kan gewoon een huisje tekenen met een rood dakje, maar ik wilde dat het er iets specialer uitzag. En ik vond in een tijdschrift waar heel veel dingen in stonden over kastelen en Engelse landhuizen en ik dacht dat is wel een goede sfeer voor dit stuk. Dus ik vond daarin dit plaatje. Aan de hand van dit plaatje ben ik dit huisje gaan maken. En dat was dus zwart-wit. Bij de bomen paste dat dan goed. Na deze is hij eerst zo geweest. Juist omdat die bomen zwart-wit zijn, dacht ik dan moet dat huisje eigenlijk juist groen zijn. Omdat we dan nog heel diep in het bos zijn. En nu is het zo. En dan heb je hier een bureautje, nep, en hier komen dan al zijn uitvindingsspulletjes op te staan. En dat wordt een onwijze bende en dat wordt daarna weer allemaal weggeveegd. Ik maak het decor niet zelf, want ik ben de decorbouwer. De bouwers weten precies hoe ze het moeten maken. Die hebben daar al heel lang ervaring mee. Naar aanleiding van het schaalmodel maken zij het dan in het groot. Ik ben decorontwerper geworden omdat ik in dit vak eigenlijk alles kwijt kan wat ik leuk vind om te doen. Namelijk tekenen, schilderen, maquettes maken. Ik kan met stof werken als ik dat wil. Ik kan heel veel dingen die ik fijn vind om te doen hierin kwijt. Ik moet toch een partij goud. Een partij goud. Een partij goud. Een partij goud. Ja, goud. Ja, ja. Als het straks allemaal af is, dan wil ik graag dat ze mensen die hier naar kijken in hun fantasie geprikkeld worden. Dat ze denken, oh ja, zo kan het ook.